Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Een groot deel van Europa ligt er blakend bij, de zon schijnt volop en de wolken die zijn ver te zoeken. Op de Noordzee ten noorden van ons zaten wat wolkenvelden, die wisten af en toe de noordkust te bereiken. Maar nu, zo halverwege de middag, beginnen die alweer op te lossen. Vanavond breiden ze zich dus ook niet verder uit over het land, het was vooral zonnig in een groot deel van het Europese continent. Niet in Italië, maar aan het randje zien we daar veel bewolking en daar viel ook veel neerslag. En als we naar de modelvelden kijken, dan zien we een lage drukgebied liggen. Er ligt vandaag nog bij Sardinië, trekt richting Italië, kan daar morgen voor zeer slecht weer zorgen. Plaatselijk meer dan 150 mm misschien wel. Bij ons hebben we te maken met een hoge drukgebied, twee kernen. De kern boven Polen die gaat geleidelijk oplossen, en die boven de Britse eilanden. Dat wordt de dominante kern. Lage Luchtdruk in ons land gaat daardoor langzaam wat dalen de komende dagen. Dat zien we ook als ik de boel in beweging zet. We zakken van 1034 geleidelijk onder de 1030. Um, gaat allemaal heel traag, want de luchtdruk blijft relatief gezien, natuurlijk nog steeds aan de hoge kant. Maar de trend is wel duidelijk en vanuit Frankrijk zien we dan ook langzamerhand bewolking dichterbij komen en in het weekend dan is de luchtdruk al tot onder de 1015 hectopascal gedaald en dan komen we een beetje onder de invloedssfeer van lage drukgebieden, van bewolking en misschien ook zelfs een spatje regen. Maar echt, echt wisselvallig, dat wordt het nog niet. Na het zonnige weer van vandaag. Vanavond een heldere avond. Halverwege de avond is het een graad of 11. De wind waait nog uit het noordoosten. Neemt langzaam in kracht af. En uh, ja, verder niets aan de hand nog. In de nachtelijke uren wordt het dan behoorlijk koud. Temperaturen dalen regionaal naar 3 graden. Lokaal kan het 1 graad of misschien zelfs 0 graden worden. En aan de grond verwacht ik op uitgebreide schaal vorst aan de grond. Glad gaat het niet worden. Daarvoor is het, uh, zijn de wegen nog veel te zacht. Kan ook mist ontstaan kans daarop is het grootste in het noordoosten en oosten. Morgen tijdens de ochtendspits kan het verkeer ook echt even last hebben van de mist. Want pas tussen 9 en 10 uur lost de meeste mist op. Vannacht staat er weinig wind. Morgen overdag neemt de wind langzaam weer in kracht toe. Dan wordt hij weer windkracht 2 r 3, af en toe windkracht 4. Verder morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld als vandaag. Heel veel zonneschijn, maar in het uiterste noorden zit wat meer bewolking. Maar ook daar laat de zon zich zien. Droog, 16 tot 18 graden. En dan het weekend, als we allemaal vrij zijn, dan willen we dit zonnige weer natuurlijk ook hebben. Nou, dat gaat niet helemaal lukken. De wind gaat langzaam naar een wat meer zuidelijke richting draaien, want dat lage drukgebied vanuit Frankrijk komt dichterbij. En dat betekent ook dat we wat een vaker bewolking gaan zien. Zaterdagochtend denk ik nog zonnig, in de loop van de middag en avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, misschien valt er zelfs een spatje regen uit. Met de zuidelijke wind ook wat hogere temperaturen, zaterdag zitten we tegen de 20 graden aan. Zondag, zonnige periode, paar wolken, dan is de kans op droog weer het grootst. In de avonduren neemt de kans op regen dan weer toe, en zondag is het 18 graden. En maandag, dan moeten we echt rekening houden met wisselvallig weer. Dan trekt er waarschijnlijk een laag drukgebied langs de westkust, en dan gaat het wel regenen en ook harder waaien. Kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur in eerste instantie nog nou, langzaam iets omhoog gaat. Maar op langere termijn duidelijk een dalende trend inzet. Misschien zelfs onder de 15 graden gaat uitkomen. Dat duurt dan nog wel een uh, flinke tijd. En kijken we naar de neerslag, nou, dan zien we dat we het eerst nog droog houden. Maar dat vanaf maandag de kans op regen weer toeneemt. Dus het zonnige droge weer, dat raken we geleidelijk kwijt. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.